Ik ga jullie wat vertellen over het prepareren van je eigen skis. Namelijk een heel groot deel van het onderhoud van je skis kun je zelf doen. Voor waksen geldt dat zeker. Slijpen kun je het bijhouden ook zelf doen. Wat heb je nodig om je skis te prepareren? Ten eerste een tafel of een workmate zoals we hier hebben. Of in ieder geval een stevig vlak waarop je je skis kunt vastzetten. Het vastzetten van de skis doe je met deze skiklemmen. Die zijn hier speciaal voor gemaakt om de voor-, achterkant en het midden van de ski vast te zetten. Belangrijk dat je je skis goed kunt vastzetten. Staan je skis namelijk niet stevig, je bent wel met de kanten bezig en die zijn scherp, schiet je uit en kom je langs de kant, dan kun je jezelf echt lelijk snijden. Dus zorg dat die skis stevig staan en dat ze dus niet kunnen verschuiven. Wat heb je nodig om je skis te slijpen? Er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn. Er liggen hier meerdere dingen. Ik ga de belangrijkste dingen maar even uitpakken. Je hebt natuurlijk nodig een vijltje. Die vijl die moet je vastzetten in een bepaalde hoek, omdat je de kant in een bepaalde hoek wilt slijpen. En die zet je vast in een hoekje. De hoek die je gebruikt, die kan verschillen. Ik slijp zelf mijn skis op 87 graden. Als je alleen recreatief skiet, dan voldoet 88 graden en misschien zelfs 89 graden. Te scherpe skis kunnen namelijk bijna gevaarlijk zijn, omdat die heel erg grijpen. En het is ook heel erg afhankelijk van de sneeuw, van de omstandigheden en wat je met die skis wilt doen, hoe scherp je je skis zet. Wat heb je verder nodig voor het slijpen? Een diamantvijltje. Na het slijpen is je kant namelijk wat grof. En met zo'n diamantvijl maak je de kant heel mooi glad. En beperk je ook het risico dat de skis blijven hangen. Verder, heel belangrijk, een handschoentje. Dit is een perfect handschoentje. Sluit mooi aan. Mocht je dan een keer tijdens het veilen van je kant afschieten, dan snij je jezelf niet. Altijd slijpen met handschoen. Geen excuus dat je geen gevoel hebt met een handschoen. Dat betekent een paar keer gebruiken. En dan zul je zien dat je ermee leert slijpen. En dat je uiteindelijk geen gevoel meer hebt om te slijpen zonder handschoen. Handschoentje, heel belangrijk. Dan, voor het waksen. Belangrijkste dingen. Natuurlijk, wax. En een ijzer waarmee je de wax kunt aanbrengen. Dit is een waxijzer. Die kan ik heel nauwkeurig instellen op een bepaalde temperatuur. Je ziet dat de onderkant helemaal glad is. Je kunt ook gewoon een oud strijkijzer gebruiken. Wel handig dat je geen modern strijkijzer pakt met allemaal gaten onderin. Maar een strijkijzer, echt een oud ding met een mooie gladde onderkant. En aan de bovenkant zie je aan de hand van de verschillende soorten stof minder of meer welke temperatuur je in kunt stellen. Verder bij het waksen, belangrijk om de wax eraf te halen, dat je een krabbertje hebt om daarna de wax er weer af te schrapen. Handig is om iets te hebben om die krabber scherp te maken. Met een botte krabber kun je namelijk niks eraf krabben. Je kunt zo'n dingetje gebruiken. Ik zal bij het filmpje over het waksen ook andere dingen uitleggen hoe je je krabber scherp kunt houden. En tot slot, als je hebt afgekrabd, dan gebruik je een borstel om de ski uit te borstelen en de laatste restjes wax eruit te halen. Niet per se noodzakelijk, maar het rond de ski wel mooi af. Dit waren de basisbenodigdheden voor het zelf prepareren van je skis.